Dit is echt mijn favoriete item wat ik daar heb meegenomen. Wat slecht. We zijn vandaag naar Duitsland gereden. En bij ons ligt er geen sneeuw, maar in Duitsland ligt er heel veel sneeuw. Best wel leuk en het sneeuwt nu ook. We zijn nu bij de McDonald's in Duitsland. En ze hebben echt allemaal dingen die ze bij de McDonald's in Nederland niet hebben. Dus ik wacht alles proeven. Maar dat kan natuurlijk niet. Oké, ik heb dus een hamburger royaal genomen. En een rusty burger. Ziet er echt zo lekker uit. Lopen we dan door de sneeuw? Hè? Ja. Sneeuwtjes. Kijk hoe mooi al die kerstbomen met dat wit achter ons. Echt super. Ja, ik vind dat echt super leuk, toch? Leuk, hè? Ja. Kijk, ik ben hier met een verschrikkelijke sneeuwman. Maar er ligt zoveel sneeuw hier. Je kan dus gewoon een sneeuwpop maken. Het is wel een beetje lelijk, maar ja. Op een sneeuwpop. Echt zo leuk. Echt een winter wonderland hier. Hey! Dit wordt ook zo'n plan. Ja. Waarom vroeg je die plan? Ja, omdat het anders niet in regen gaat. Doe maar. Zo, hier hebben we net gelopen. Daar staat onze sneeuwpopvriend. Daar. En we gaan nu teruglopen. De auto staat daar ergens langs de weg. Wij zijn hier in Monschau, een oud historisch Duits dorpje met van die hele schattige ouderwetse huisjes en daartussendoor gaat de rivier hier achter mij. Het is echt super leuk om te zien en maar 3 uurtjes rijden vanaf Zuid-Holland. Dat je het kan huren. Je kan met 12 personen kan je het helemaal huren. Je kan dus voor 12 personen kan je dit huis huren. Superleuk. Oké, we gaan nu ook even lekker winkelen, want we gingen echt naar Duitsland om naar Monschau te gaan. En naar een hypermarket, want in Nederland heb je niet echt hypermarkets. En ik ging vroeger altijd naar de Tesco in Hongarije. En toen gingen we naar de Tesco in Praag en we vinden het altijd superleuk om naar van die grote buitenlandse supermarkt te gaan. Dus we gaan nu naar Kaufland! Waar gaan we heen?
pak over de hand. Ja. We gaan hier dus gewoon onze boodschappen doen. Onze kar worden. Chris gaat even tanken. We zijn weer klaar in Duitsland en we gaan weer naar Nederland rijden. En sinds kort zit de Five Guys in Eindhoven. En toevallig rijden we vanaf hier door Eindhoven terug naar huis. Dus we gaan even bij de Five Guys eten. Daar heb ik wel echt super veel zin in. Ik ben zo benieuwd. Zo, wij zijn weer thuis uit Duitsland. En ik zei dat we bij de Five Guys gingen eten. Maar uiteindelijk waren we een beetje te moe om daar nog heen te gaan. Dus we zijn naar huis gegaan. En dan gaan we zo even lekker wat eten bestellen. Ik weet nog niet wat. En we gaan Wie is de Mol kijken. Dat kijken we altijd op zaterdagavond. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel heel chill. Dat we dat nu gewoon live kunnen zien. En ik ga even laten zien wat voor lekkers we allemaal hebben gekocht bij de Kaufland. Dit zijn dus mijn favoriete producten die we hebben gekocht. En de eerste is Elfjes Capri Sun. Dat is gewoon super cute. En ik heb Raffaello's. Die vind ik altijd heel lekker. Maar op de een of andere manier kan ik die in Nederland nooit vinden. En Bueno's. Die hebben we natuurlijk hier ook. Maar deze zijn per stuk verpakt. En dat vind ik eigenlijk fijner dan dat ze per twee verpakt zijn. Zoals hier. Dan, dit is echt mijn favoriete item wat ik daar heb meegenomen. En dat zijn Powerpuff Girls kindereieren. Met Powerpuff Girls verpakking erin. Ik zal het even laten zien. Dit kan er dus in zitten. Maar je kan er dus ook prijzen mee winnen. En voor degenen die mij goed kennen, die weten dat ik altijd Powerpuff Girls gek ben geweest. Dus dit is echt, dit is gewoon mijn jeugd. En dan hebben we koekjes met een soort smartie dingetjes. En deze soort yoghurtsnoepjes, die kocht ik vroeger bij de Lidl. En er zat dan een soort sap in. Nou, we hebben ook gewoon drinken en groenten en fruit gekocht. Maar ja, dat leek me niet zo interessant om te laten zien. Dus ik heb alleen de schattige en lekkere snoepdingen laten zien. Dus ja. Nu gaan we lekker op de bank chillen. Oh, en ik heb mijn kettingje om. De Dreamer. Die ik van Chris heb gehad voor mijn afstuderen. Ik ben er zo blij mee. Ik vind hem echt, ik vind hem nog steeds heel mooi. Oké. Okay. Ik ben echt opeens snot verkouden. Ik weet echt niet hoe dat opeens komt. Kijk, je ziet gewoon mijn waterige oogjes. Ik lig hier een beetje op de bank. Met mijn Raffaello's of zo. Maar ik mag ze niet eten, dus ze staan er weg. Mijn hoofd zit zo vol. Het is echt niet grappig. En samen aan boord.